Hey Joost, vanavond heb jij een Google Glass opgehad tijdens VJ en we hebben er allemaal experimenten mee uitgevoerd. Mm-hmm. Een van de eerste vragen is, wat vond je daarvan? Ik vond Google Glass altijd een inbreuk op privacy. Ik vind Facebook al despicable, zoals dat heet. En ik vind social media vind ik eng, terwijl ik er flink aan meedoe. En ik vond Google Glass echt, toen ik het zag in Austin, South by Southwest, vond ik het naar en beangstigend. Mm. En nu had ik voor het eerst zo'n ding op en eigenlijk binnen 10 minuten of een kwartier had ik zoiets van, nu ben ik daar ook weer vanaf. En dat was natuurlijk ook wel eng, maar het was wel te gek. Ja, Het gek dat je gewoon contact met de realiteit hebt en contact met virtuele wereld. Dat vond ik echt geweldig. Ja. Ja. Want mensen uit de zaal konden jou vragen stellen en ook intieme dingen sturen? Ze konden me vragen stellen. Intieme dingen sturen. Helaas geen naaktfoto's meer gekregen. Nee, topline teksten. Dat kan natuurlijk ook wel. Ja. Het enige probleem was dat ze me vragen stuurden. En als ik dan naar rechts mijn gezicht deed, dan zou het een ja zijn. Naar links een nee. Maar goed, ik was ook aan het draaien. Dus vroeg iemand van, en vind je Utrecht de meest keigave stad ter wereld? En maar ik was aan het draaien, dus ik deed zo naar anderen. Was het no. Oh, ja. Dus dat was niet helemaal goed. Maar... Dus Google Glass methodes om ja nee te zeggen tegelijkertijd DJ is nog niet helemaal. Dat is niet helemaal niet optimaal. Perfect. Nee, niet optimaal. Nee. Maar ik vond het wel te gek. Hey, anders waar, in New York en andere plekken in Amerika zijn er best wel video's online, misschien op YouTube, van mensen die dan een café ingaan en dan enorm ruzie krijgen omdat ze een Google Glass op hebben. Mensen zijn daar best wel, worden best wel boos van. Die gaan daar tegenin. Ja, hier vanavond helemaal niemand eigenlijk. Nee, maar dat komt omdat niemand echt doorheeft wat er aan de hand is. Dus ik denk dat niemand begrijpt wat Google Glass is en dat het een inbreuk is op je privacy. Maar goed, een inbreuk op je privacy, dat zijn al die telefoons ook. En clubs als Berghain in Berlijn en Trouw in Amsterdam, die telefoons verbieden. Dus als je met een telefoon in een club staat, dan word je eruit gesodemieterd. Prince-concerten, hetzelfde, dat soort dingen. Maar het is natuurlijk eigenlijk ontzettend ouderwets, want het gaat die kant op. En weet je wel, ik weet dat over een aantal jaren, misschien is het 5 jaar, misschien wel 10 jaar, dat als je in een winkel binnenkomt, je gewoon even je pols op de scanner legt en dat het van je rekening wordt afgeschreven. Is dat vanzelfsprekend? Zijn we daar niet zelf bij? In Duitsland zeg je, daar, als je in Berghain je telefoon pakt, dan zeggen ze... Ja, maar dat zijn natuurlijk ouderwetse mensen. Is het ouderwets of is dat gewoon ja, bewust? Ja, Berlijn is natuurlijk sowieso ouderwets. Ja? Ik heb niet dat ze daar bewust van maar, zijn. Ja, maar... Dat is een verleden dat, met... Nee, maar dit is natuurlijk sowieso de laatste tijd... Is het verheerlijken van het verleden is heel groot. En weet je, de oude house-tijd qua muziek, dat is weer helemaal hot. En acid house helemaal hot. En al dat soort dingen, maar... Ja, we moeten toch weer een stap nemen in de toekomst in. En dit is wat er gaat gebeuren. Het kan niet anders. Dus als je een winkel binnengaat, dan zal je waarschijnlijk sowieso gescand worden. En je hoeft nog ineens misschien je pols te laten zien om af te rekenen. Want ze weten al dat je er bent. En waarmee je naar buiten loopt, dat wordt al gescand. En alles zal gezien worden. En zullen misschien straks, het is nu Google Glass, maar het zullen waarschijnlijk straks lenzen worden. Of misschien wordt het wel sowieso geïmplanteerd. Ik vind het deprimerend. Ik denk dat we daar tegen moeten vechten. Dat we hier een keuze hebben en dat we daar nee tegen moeten hebben. Vechten? Nou, ik dus echt niet. Nee, sorry hoor. Nee. Maar goed, ik ben 52, dus ik heb misschien nog 30, 40, 50 jaar te leven. Maar het lijkt me echt gek om mee te maken. En er moeten gewoon andere vormen van ethiek tegenaan. En weet je wel, als je een restaurant binnengaat, dan... Dan laat je geen scheet en je gaat niet boeren. En tegenwoordig als je de telefoon op je tafel legt, dan heet dat plebsbestek. Weet je wel? Dus er zijn bepaalde vormen van ethiek en etiketten die mensen misschien moeten volgen. En die misschien nog niet helemaal uitontwikkeld zijn nu. Totaal niet. Mensen zijn altijd bang voor progressie en voor dingen die verschrikkelijk anders zijn. Daarom ben ik ook zo'n aanhanger van dingen die verstoren en die verontrusten en... Die mensen op een ander idee, tenminste, die hopelijk mensen op een ander idee brengen. Want dingen die verstoren en mensen verontrusten, zijn een stap in vooruitgang en innovatie. En innovatie is de toekomst. En de toekomst is niet eng. Okay. Dat moet je omarmen. Tenminste, dit soort dingen moet je omarmen. Okay. Dan heb ik het dus niet over oorlog en AIDS en ebola en dat soort dingen. Ja. Maar er kan wel tegen veel gevochten worden, dus...
Ja, ik zou graag naar een speciale kliniek gaan om even een paar maanden om het mes te gaan om robocop te worden. Dat lijkt me helemaal te gek. Ja, maar ondertussen niet met social media liever. Ja, wel, met social media is ik heb het nodig om ter promotie. Ten tweede, op een of andere manier wil ik altijd een soort van podium hebben. En ten derde, om in contact te staan met mijn vrienden en familie. En zoals Facebook of Skype bijvoorbeeld ook. Daardoor zijn oudere mensen die vaak eenzaam zijn, toch in contact met anderen. En daardoor zal Google Glass ook leuker zijn. Dan ben ik op vakantie en dan doe ik het even aan. En dan heb ik misschien mijn moeder die alleen thuis zit. Die kan ook even meegenieten. En dan hoop ik dat er een 3D printer bij de thuis staat. Dat ze ook eventjes die cocktail kan drinken. Liquid 3D projector. Ja. Ja. Daar gaat het allemaal heen. Weet je. Je kan het proberen tegen te houden, maar het is progressie en het is waar we heen gaan. En that's it. En deal with it. En gebruik de goede zaken ervan. Maar blijft, weet je, stilstaan is een beetje sterven. En terugkijken op het verleden is helemaal een doodsverklaring aan de toekomst. Dus ik omarm het. Okay. Ik ben dus totaal Google Glass junkie geworden in gewoon anderhalf uur. Sorry. Dankjewel. Graag gedaan.